Wanneer u een orgaan heeft ontvangen van een overleden persoon, ook wel postmortale donor genoemd, kan dit een dubbel gevoel geven. Enerzijds bent u blij met deze mooie kans op een nieuw leven. Anderzijds beseft u dat er iemand is overleden en dat nabestaanden een verdrietige periode doormaken. Dit kan bij u, uw partner en familie veel verdriet en allerlei andere emoties teweeg brengen. Onze ervaring leert dat het gevoel van dankbaarheid overheerst. Maar hoe kan je deze dankbaarheid kenbaar maken aan mensen die u niet kent? In het geval van donatie bij leven kan het ook zo zijn dat u de donor niet kent. Bij levende niertransplantatie bijvoorbeeld kan het zijn dat u heeft meegedaan aan het crossover-programma waarin u bent gematcht aan een ander koppel. Het komt zelfs voor dat koppels vrijwillig meedoen in het crossover-programma om zo meerdere koppels te helpen en dus meer niertransplantaties mogelijk te maken. Ook kan het zo zijn dat een anonieme donor zijn nier of een stukje lever doneert. In het geval van een anonieme donor kunt u ook uw dankbaarheid kenbaar maken. De keuze tot levende nier- en leverdonatie is geheel vrijwillig en onbaatzuchtig. En daarom staat de anonimiteit van de donor bij ons in een hoog vaandel en zal de donor nooit kenbaar worden gemaakt. Uiteraard is een levende donor ook vrij om een bericht te sturen naar de ontvanger. Hoe kan je jouw dankbaarheid kenbaar maken? Allereerst is het belangrijk te weten dat in Nederland is bepaald dat donor en ontvanger anoniem moeten blijven. U kunt een brief, een kaart, een gedicht of een klein aandenken maken waarin u uw dankbaarheid toont. Dit kunt u aan uw arts of verpleegkundig specialist geven van het transplantatieteam. Hetgeen u gemaakt heeft, wordt gecontroleerd op anonimiteit. Er mag geen herleidbare informatie in staan als namen, data, namen van artsen, verpleegkundig specialisten of ziekenhuizen of contactgegevens. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het moeilijk is om woorden te geven aan uw gevoelens dan wel dankbaarheid. Probeer u te verplaatsen in wat u zelf zou willen horen. Het is uiteindelijk de intentie waar het om gaat. Wanneer u in een eerder stadium niet toegekomen bent aan het uiten van uw dankbaarheid, weet dan dat het alsnog mogelijk is om uw dankbaarheid kenbaar te maken. Wanneer uw dankbrief in orde is, zal deze aan de orgaandonatiecoördinator gegeven worden. Dit is de contactpersoon voor de nabestaande. Hij of zij controleert uw dankbrief nogmaals op anonimiteit en zorgt ervoor dat het bij de nabestaande terechtkomt. Er wordt altijd eerst nagegaan of de nabestaanden openstaan om een blijk van dank te ontvangen. Nabestaanden geven aan het altijd heel fijn te vinden om iets te horen van de ontvangers. U moet wel weten dat het zeldzaam is dat nabestaanden een bericht terugsturen. Verwacht dit dus niet. In het geval van levende donatie zal ook altijd eerst bij de donor en ontvanger worden nagegaan of hij of zij openstaat om een blijk van dank te ontvangen. Indien u moeite of problemen heeft met het verwerken van uw emoties omtrent alles wat er gebeurd is in het transplantatietraject, bespreek dit met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij kunnen u doorverwijzen naar de persoon die u kan helpen bij deze verwerking.